Ik heb een opgezette schildpad geërfd. Wat nu? Alle zeeschildpadden zijn beschermd. Als je er vanuit een erfenis een zeeschildpad krijgt, is het op zich niet erg en mag je hem thuis hebben. Maar je mag er niets mee doen, je mag hem niet meer overdragen, je mag hem niet verhandelen. Wil je er van af, dan is het mogelijk om in te leveren bij je RVO. We hebben hier een inleverbak en dan kan die persoonlijk worden ingeleverd of opgestuurd worden naar de afdeling in beslag genomen goederen. En dan plaatsen wij hem in de inleverbak. 95% van de spullen, zo'n beetje van de inleverbak, die worden uiteindelijk vernietigd. En ik denk 5% wordt gebruikt voor educatie, zoals opleiding, douane, politie of verschenken het aan een museum.